Ik ben mijn carrière gestart aan de Hogeschool Gent, waar ik een licentiaatsopleiding vertaalkunde gevolgd heb. Dus twee kandidaturen, twee licenties. Ik heb gekozen voor Engels-Spaans toen. Na mijn studies ben ik in een vakantiejob terechtgekomen in de onderzoeksgroep van professor Veronique Hoste. En na die vakantiejob ben ik daar ook aan de slag gegaan als wetenschappelijk medewerker. Ik heb daar toen 2 jaar gewerkt. Daarna ben ik gestart aan mijn doctoraat bij professor Gerte Sutter. En na mijn doctoraat, dat dus plaatsvond in de afdeling Nederlands, ben ik teruggekeerd naar de taaltechnologie, waar ik heel kort gewerkt heb op een project rond blended learning. Een project dat eigenlijk wou nagaan in welke mate je afstandsonderwijs kan gaan combineren met contactonderwijs. Maar dat project heb ik na enkele maanden verlaten. Toen bleek dat ik hier aan de QLAC aan de slag kon als docent, waar ik verantwoordelijk zou zijn voor alles wat te maken heeft met toegepaste taalkunde. Een carrière aan de universiteit, van studies tot loopbaan, heeft zich helemaal afgespeeld aan KU Leuven. Is begonnen in 1962, dus een dikke halve eeuw geleden, en verliep eigenlijk in 3 fasen. De studie tot licentiaat wiskunde, daarna de doctoraatsopleiding binnen het mandaat van assistent, en daarna de loopbaan tot hoogleraar en in 2009 ook het emeritaat. Ik heb een doctoraat gemaakt in differentiaalmeetkunde en ik ben mijn promotoren, professor Van Boeghout en professor Van Hekken, nog echt dankbaar voor de begeleiding. Daarna kon ik in QLAC aan de slag en daar is onder meer door mijn leeropdracht en aansluitend een NATO Advanced Study Institute, mijn onderzoek geëvolueerd van differentiaalmeetkunde naar mathematische statistiek, maar wel met een meetkundige impact. Het was helemaal niet evident om als meisje universitaire studies te doen. Zelfs niet om na de lagere school te gaan studeren. Bijvoorbeeld uit mijn lagere school is niemand naar het algemeen secundair onderwijs gegaan. Enkelen, waaronder mijzelf, gingen naar een beroepsschool. Later, via centrale examencommissie, kon ik dan overstappen naar de humaniora. Dus dat was al een model van flexibel leren avant la lettre. En toen ik naar de universiteit zou gaan, was het ook helemaal niet evident. Een notabele uit het dorp meende mijn vader te moeten adviseren. En zegde, een meisje naar de universiteit, dat zou ik niet toelaten. En de reden? Dan wordt ze veel te onafhankelijk. Ben ik mijn ouders dankbaar dat ze onafhankelijk gebleven zijn en mij hebben laten studeren. Ik heb eigenlijk nooit hinderpalen ondervonden als gevolg van het feit dat ik een meisje was of een vrouw ben. Maar wel ooit toen ik nog als voormalig hogeschoolstudent in de doctoraatswereld terechtkwam. Dat wel, maar als vrouw niet echt. Zeer weinig meisjes. U moet het zich voorstellen, een auditorium van 400-500 studenten, onvoldoende zitjes. De studenten zaten ook massaal op de trappen. En vooraan 2 rijen meisjes. Die werden bestookt met de papieren vliegers die van achteraan aankwamen. Het hebben van een kindje, in mijn geval een dochter, heeft 2 kanten. Enerzijds zorgt het natuurlijk voor een grote uitdaging om je werk te combineren met het hebben van een kindje, van een gezin. Maar anderzijds is het hebben van een kindje, en zeker het mijne, ook een grote relativeringsfactor. Omdat, ja, als ik met haar aan het spelen ben, als ik met haar bezig ben, dan valt heel veel stress weg. Maar het hebben van een gezin is voor mij een meerwaarde. En ik heb een heel fijne job waar ik heel veel uitdagingen in vind. Ik doe mijn job ook heel graag. Maar op dit moment is het zeker niet zo dat ik het een of het ander op een tweede plaats moet stellen. Voorlopig lukt het nog om alles goed te combineren. Ja,
ik moet eigenlijk bekennen dat ik dat daar nooit heb bij stilgestaan. Dat ik de eerste vrouwelijke professor was in het departement wiskunde en aan Gulag. Ik was collega onder de collega's. Maar waarschijnlijk hebben wel de volgende elementen gespeeld. Er was enerzijds de generatiewissel, de opvolging van de eerste generatie van Vlaamse professoren, althans in Leuven, door een nieuwe lichting. En een generatiewissel creëert altijd ruimte voor vernieuwing. En een tweede element was de democratisering van het onderwijs met twee aspecten. Enerzijds door de massale groei in studentenaantal kwamen er meer posities voor professoren. En anderzijds kreeg je ook meer gedoctoreerde vrouwelijke elementen, zodanig dat er ook meer capaciteit was om in te vullen. Ik ben heel nieuwsgierig wat de toekomst zal brengen. Ik vraag mij af in welke mate het moeilijker zal worden, want een job in academia wordt vaak vergeleken met het in de lucht houden van meerdere bordjes. Is dat natuurlijk ook opgaat voor andere veeleisende jobs. Ik wil zeker niet zeggen dat dat voor mijn job alleen zo is, dat is ook voor andere jobs zo. En ik vraag mij af in welke mate het moeilijker zal worden om de verschillende facetten die aan bod komen in dit type job allemaal te kunnen blijven combineren, zowel met elkaar als met mijn gezinssituatie. Maar ik kijk er wel naar uit, want ik ben benieuwd naar wat nog op mijn pad zal komen. Ik zou graag de adviezen geven aan mannen en vrouwen. Een drietal. Een eerste, schat uw ambitie goed in. En uw capaciteiten schat die goed in en ga dan voor uw vak. Kom uit je comfortzone om te studeren, om naar congressen te gaan en vooruit te komen. Ten tweede zou ik aanbevelen, laat u helpen in het huishouden. En wees ook bereid om daar centen aan te geven. En een derde zou ik een pleidooi willen houden voor universitaire ontwikkelingssamenwerking. Ontvang ook mensen op stage uit ontwikkelingslanden, opteer ook voor meisjes, want ontwikkeling, hoe dan ook, gebeurt via opleiding, opleiding, opleiding. Via opleiding creëert men een professionele capaciteit in het land, ook een ethiek, zodat op termijn ook verantwoordelijke leiders kunnen optreden.